dames en heren, is die inderdaad van Franco Wanyama tegen de Bulgaar Daniel Krumov. Hier is hij dan, Franco Wanyama, de Oegandees, ooit nog gebokst onder Freddy de Kerpel. En nu bij zijn manager Denis de Gloire. Hij zal dus de eerste profkamp van de avond boksen. Een kamp van 6 ronden over 3 minuten. Dus 3 minuten per ronde. En dat dus 6 keer. Franco Wanyama uit Kampala, Oeganda. U weet het nog wel, kwartfinale op de Olympische Spelen van Seoul bij de middengewichten. Debuterend in Isegem met kerstdag in 1989 tegen John Held. Dit is de tegenstander van Franco Wanyama, Daniel Krumov, een van de vele Bulgaren die door Philippe Fondu naar ons land is gebracht. Met een meestal twijfelachtig palmares. Ze behoren tot de pure professionele verliezers, zoals dat wordt genoemd. Hij was al eerder aan het werk in België. Op 13 februari namelijk bokste hij in Erpenmeren tegen Reinald de Vulder. En die de Vulder haalde daar bijzonder makkelijk van Krumov. Na zelfs een kwetsuur van de Vulder won hij vrij makkelijk tegen deze Daniel Krumov. De gongslag is gegaan voor de eerste ronde tussen Franco Wanyama dus en Daniel Krumov. En het palmares bekijkend, Freddy, kunnen we zeggen dat Franco Wanyama de meeste kansen maakt. Ja, ik denk, ik verwacht hier een overwinning. Mijn zelfs voor de limiet van Wanyama. Hij geeft mij ook een frisse indruk, want Wanyama is een beetje een humeurige bokser. Soms is hij een beetje loom, maar nu ziet hij me toch zeer fris en scherp uit. Goed, de eerste slag ontweken. De slag van Krumov die niet aankwam door Franco Wanyama. Ja, hij zou toch iets meer moeten werken, dus met zijn armlengte, dus met de jab. Maar kijk, zijn rechter komt toch reeds goed toe. En Wanyama is wel steeds een beetje een trage starter geweest. Dus ik verwacht hem op volle gang te komen in de tweede round. Maar moet misschien minder fysiek verspelen door die armlengte die hij voor heeft. Ja, inderdaad, Stefan, hij kan eigenlijk op zijn techniek boksen en daardoor zijn krachten geweldig doseren. Maar kijk, dat komt toch goed los met zijn uppercut straight. En een raken links-rechts. Ja, inderdaad. De neus van Krumov wordt reeds een beetje rood, dus hij heeft al een paar slagen moeten incasseren. Toch mist Wanyama soms slagen. Ja, dat is beter. Nu gaat hij mooi naar onder met zijn uppercut. En terug die uppercut. Dat moet hij ook doen tegen die kleinere Krumov met een kleinere armlengte. Hem steeds op die uppercut laten lopen. Ja, ik denk mooie linkerdirect van Wanyama en terug die linkerdirect. Dat moet hij nu meer uitspelen. Staat duidelijk ook meer ontspannen op het veld hier. Inderdaad, van de Bulgaar. Inderdaad, Stefan Wanyama is hier tot wat we nu zien inderdaad meester in de ring. En we zijn 2 minuten ver. Die Krumov is ook een heel beperkte jongen, dus eigenlijk niet zeer fit, niet zeer fris. Een beetje een levende punchbel, mogen we zeggen. En ik denk niet dat het heel lang zal duren. Mooie linkerhoek. Mooie rechter counter, ontweken. Ja, en Krumov die blijft missen. En dat kost krachten natuurlijk. Ja, mooie linker direct en terug. Inderdaad, we zien een goede Wanyama. En ik denk dat Krumov het lastig zal krijgen de eerste ronde te beëindigen. Halve minuut nog. In die eerste ronde. Ja, kijk, hij heeft die uppercut genomen een paar seconden daarvoor en die heeft hem toch pijn gedaan. Daarom neemt hij nu de 10 tellen. En zoals ik zeg, het zal moeilijk worden voor hem om de eerste round toch uit te maken, denk ik. Oei, oei. Ja. Ah, zware rechter. Einde van de eerste ronde en zonder twijfel voordeel voor de man uit Oeganda, Franco Wanyama. Doing a great job, but keep on concentrate. Yeah, don't give him any chance. Don't think he's out before he's counted 10. Right? Wait a little bit. Tweede ronde.
De tweede ronde is op gang gegongd. Nog niet helemaal, want de verzorger was nog niet uit de hoek. Tenzij men eraan denkt om te stoppen. Discussie in de hoek. Wil hij nog? Kan hij nog? Wat wordt er beslist, Freddy? Wat is er eigenlijk aan de gang? Inderdaad, Stefan, ik denk dat er genoeg van heeft. Zoals ik zei, Wanyama heeft hem een paar maal pijn gedaan in de eerste round. En toen heb ik gezegd, het is al moeilijk het einde van de eerste round halen. Inderdaad, hij heeft top, dus hij heeft er genoeg van. Je ziet het, kreunend staat hij daar in de hoek. Daniel Krumov. En ja, de scheidsrechter doet ook teken. Stop er maar mee. Het is afgelopen. Spijtig, want we hadden Franco Wanyama graag nog wat van ze kunnen willen laten zien, maar dat zit er niet meer in. Want Wanyama kan veel beter als vandaag in goede doen. Dus hadden we hem gezien met de goede tegenstander, hadden we zeker een prachtwedstrijd gekregen. Dus Wanyama kunnen we zeker niet in de weg leggen. Hij heeft een mooie wedstrijd gebokst, maar die Krumov was eigenlijk, ja, minder dan zwak. Daar staat hij dan, de winnaar, Franco Wanyama. Winnaar dus van de eerste kamp, eerste profkamp hier in Waregem. De man hier met de witte kap is Freddy de Meulen.